De terugkeer van de kwartjesfontein is bijna een feit. Deze maand nog krijgt het kunstwerk een plaats in de vijver van het Verzetstrijderspark. En in het nabijgelegen Marialust werd gisteren het eerste exemplaar overhandigd van een boek dat conservator Paul Rem speciaal voor de gelegenheid schreef. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan de kleinzoon van de beeldhouwer van de kwartjesfontein, Pieter Puypen. Nou, Pieter Puypen heeft heel veel voor Apeldoorn betekend. Want Apeldoorn is in zijn periode, begin van de 20e eeuw, een snel groeiende gemeente. En die moest vorm krijgen. Dat moest een stad worden met mooie monumenten. Waaronder dus de kwartjesfontein, maar ook bijvoorbeeld dit soort herinneringsbanken. Of de Naald, of het monument van Willem I op het Marktplein. Iedere stad heeft zo een belangrijke stadsgenoot op een sokkel staan. En Puypen die kreeg van de burgemeester de opdracht om dat ook te doen. En dat is gelukt. De kwartjesfontein dankt zijn naam aan de actie begin jaren 30, waarbij de Apeldoorners kwartjes gaven om de fontein te bekostigen. De fontein werd in 1932 door prinses Juliana onthuld in het Oranjepark. Maar na ruim 50 jaar was de fontein zo vervallen dat het beeldhouwwerk daar werd weggehaald. Het kunstwerk werd weggehaald uit het Oranjepark ongeveer 1975. En dat werd hier achter Marialust op de gemeentelijke plantage neergezet. En dat werd wel gekoesterd door de mensen die op de plantage werkten. Gelukkig maar, want zo bleef de fontein behouden. En dat bracht de Stichting Apeldoorns Monumenten ertoe om de kwartjesfontein weer in ere te herstellen. Om de restauratie van het beeldhouwwerk te bekostigen, wordt net als toen de hulp van de Apeldoornse bevolking ingeroepen. Dit keer door de verkoop van een herdenkingsmunt. Maar anders dan destijds kostte de Apeldoorner nu geen kwartje, maar 5 euro. Dat is correct. In de eerste plaats was het probleem dat sinds we hier een euro hebben in Europa, dat we geen kwartje meer kennen. Als je zegt tegen een basisschoolleerling een kwartje, dan kennen ze dat helemaal niet meer. Tweede plaats is dat het kwartje, ja, dat heeft niet meer de waarde die die toen had. Dus we hebben nu een munt uitgegeven die 5 euro waard is en voor 5 euro wordt aangeboden voor iedereen die de fontein ondersteunt. Kennelijk vinden de Apeldoorners het wel belangrijk dat de fontein terugkeert, want de munt die sinds begin deze maand wordt aangeboden, wordt goed verkocht. Inmiddels staat de teller van de opbrengsten op ruim 20.000 euro. En dat betekent dat de fontein nog voor Koninginnedag zal spuiten. Maar of het kunstwerk dit keer ook officieel zal worden onthuld tijdens koninklijk bezoek, is de vraag. Nou, ik ga er zonder meer vanuit dat de fontein zal spuiten op Koninginnedag. Maar of de koningin erbij zal zijn, dat zou ik niet weten. Ik denk het niet, maar dat hangt helemaal vanaf. Komt ze hier naar de Marialust op 30 april? Ik hoop het. Voor haar en voor de fontein.